Ja, meneer Weda. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Wie heeft u meegenomen? Dat is mijn steun en toeverlaat bij FC Lutte in bestuur, Carlo Verlangen, onze voorzitter. Wij gaan jullie iets laten zien van de Lutte, ons prachtige dorp. De kleding heeft u zo uitgekozen of puur toeval? Puur toeval. Waar zijn we nu? Op de mooie terrassen in het Lutterse dorp. Onder andere hier Eetcafé Plexat, een van de mooiere cafés in het dorp met een mooi terras. En we hebben natuurlijk onze hellehond. Nou, de hellehond is eigenlijk een legende. Er was vroeger in de bossen liep een grote hond en iedereen was daar bang voor. En dat is uitgegroeid tot een zager, zeg maar. Nou, als ik een stoot was in Vleren, dan zei mijn moeder wel eens van, zal ik je naar de hellehond sturen? Zo? Ja. Zo. We zijn nu in het mooie heuvellandschap in het buitengebied van de Lutte. En als jullie daar ginds kijken, dan zien jullie het mooie Twentse heuvelen. Geweldig, als het helder weer is, dan zie je het slot van Bentheim, waar vroeger de ridders bepaard de strijd aangingen met weet ik allemaal veel. En koeien, hè? Ja, koeien hebben we in Twente en in de Lutte zeker ook. Zijn veelvuldig aanwezig, ja. Wellicht meer koeien dan inwoners. Zou ik eerst even kunnen zwaaien dat we goed zien tussen de bomen? Yes. Ja, waar zijn we nu? We zijn in het arboretum. Uit alle landen over de wereld staan hier bomen geplant. En die zijn in de vorige eeuw allemaal hier naartoe gehaald. Dit is de Caucasische Selkova. Witte moerbei. Maar het is hier altijd heel druk. Ja, dat kun je wel zien. Ja, zo nu niet. Nou, dat zijn de oevers van de Dinkel. Mooi stukje van het Lutte Zand. Dit is wel bekend bij de Ajaxide, hè? Dit stuk. Ja, hier hebben ze toen vroeger heel veel getraind met Bobby Arms. En als ze dan terugkwamen in Amsterdam, dan hadden ze de spieren goed beoefend. En dan ging die bal alle kanten op, hoor. Even wildplassen. Ja, boe. Moet kunnen, hè. Look how you big and fat, like a big shot. Hier zien jullie het mooie veld, het Wembley van de Lutte. Dit is eigenlijk het juweeltje van de Lutte, toch? Ja. Ja, we hebben net al veel juweeltjes gezien in het buitengebied, maar dit is toch wel de overtreffende trap, hè? Ah ja, ik heb geluk, hè.